Directie en Bond SWM naar Bemiddelingsraad. Bewoners Mungo Tapu willen aan meer steger. Eerste CARICOM Japan top geslaagd. Vandaag is dinsdag 29 juli. Welkom bij het STVS Journaal. Klanten die hun waterrekening wilden betalen stonden vandaag voor een gesloten deur. Dit omdat de werknemers van de Surinaamse waterleidingmaatschappij in beraad zijn. Ze zijn in beraad omdat de collectieve arbeidsovereenkomst van 2014 nog niet is ondertekend. Voor de klanten was het een complete verrassing omdat de actie niet is aangekondigd. Niet via de pers, via Nexiber heb ik het bekendmaking gezien. Dan nou moet ik naar het hoofdkantoor gaan. Nee. Ik weet het echt niet, ik begrijp. Normaal is dat, moet het wel in de pers verschijnen. Dat is het beste manier van mij, begrijp, voor de oplossing. Ik laat me werken en ik kom betalen en dan krijg je zoiets. Is toch, het kan niet, is erg toch? Je moet melden toch als je gesloten bent. Dan weet het volk toch? U klaagt zo? Ja, je hebt andere dingen te doen. Deze mensen denken dat je geen andere dingen te doen hebt. Als ik het wist, zou ik niet hier komen toch? Een beetje narig. Ja, sir. De voorzitter van de personeelsbond SWM, Rudy Baar, geeft aan dat de onderhandelingen met de directie zijn vastgelopen omdat ze niet op één lijn zijn. Het percentage als verhoging op de salarissen is niet naar tevredenheid van de bond en haar leden. Dat ik een verhoging wil hebben en dat willen wij allemaal hier, een betere verhoging. Nou, voor zover de man, ja, 3,5 tot 4. En... Een lumsum erbij. Nou, we willen, de CAO zit vast vanaf 1 januari. Dus we willen redelijk wat hebben. Volgens het reglement van de bond. Hoor. Dat ze recht hebben, dan moeten we het wel kunnen krijgen. Daarmee zijn we bezig. Het is al 7 maanden. En straks is het eind van het jaar al. En dan is er nog niets. Niets. En we vinden dat het echt lang duurt. Bent u wel tevreden met wat aangeboden wordt? Niet direct. Denkt u dat er iets positiever uit zal komen? Ik hoop het. Hoeveel moet het nu worden? Wat wilt u dat het moet zijn? Misschien 4%, misschien 4%. Dat hoop ik. Oh, we willen aandacht hebben, zeker van hogerhand. Want u weet, de directie heeft ook haar meerdere. En zij moeten dus, want we hebben met de directie gesproken, ze doen hun best. Ze hebben wat aangeboden, maar het is nog niet wat het wezen moet. Wat hebben ze aangeboden? Dat kan ik u op dit moment niet prijsgeven. We zijn nog bezig in onderhandeling. Ik moet u ook vertellen dat we zijn opgeroepen door de raad. We moeten vanavond verschijnen voor de raad. En in afwachting daarop, daar kijken we verder. Bond en directie van de waterleidingmaatschappij zijn vanavond uitgenodigd door de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname. Het personeel dat in staking is, wordt morgenochtend geïnformeerd over het resultaat van de bespreking. Actievoerende milieuinspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, willen eerst een structurele oplossing voor hun problemen, alvorens ze het werk hervatten. Dit zegt bondsvoorzitter David Bakker. Afgelopen week zijn de milieuinspecteurs in actie gegaan omdat ze vinden dat de leiding van het BOG na een jaar nog steeds niet erin is geslaagd om de eisen uit het wensenpakket van 2013 uit te voeren. De milieuinspecteur heeft een bepaalde verantwoording, maar die overheid heeft ook een bepaalde verantwoording. En we moeten eerlijk en oprecht zijn dat wij al sinds 2008, dit is een wensenpakket vanaf 2008, waarover wij vechten. De afgelopen periodes heeft dit bondsbestuur geen wensenpakket ingeleverd. Want het heeft geen nut dat je een wensenpakket inlevert, overeenkomsten bereikt. Ja, en dan volgend jaar daarop weer een wensenpakket indient. Waarbij het vorige wensenpakket nog niet gerealiseerd is. Dan blijven we maar in een cirkel draaien. Laten we concreet gaan werken aan oplossingen van zaken. Laten we gaan werken aan oplossingen van die problemen van die werkers. Ja, en we gaan niet blijven draaien. Het is ook frustrerend voor het bondsbestuur dat we maar steeds blijven draaien in de cirkel. En we zien geen vooruitgang. Ja, het is een heel belangrijke dienst. We hebben altijd als bondsbestuur gezegd, we zijn helemaal onderbemand. Ja, men, daar binnen die regering ziet men ook nu dat wij onderbemand zijn. 100 man voor geheel Suriname. Dat komt gemiddeld op 10 milieu inspecteurs per district.
BOG-directeur Leslie Resida zegt in reactie op de verwijten dat de bond zelf verantwoordelijk is voor het niet uitvoeren van het wensenpakket. Er is geprobeerd om via andere wegen een zogenaamde politieke oplossing te vinden voor de vraagstukken. En men is langs andere kanalen gegaan. En zaken zijn soms niet via de juiste, correcte administratieve procedure gegaan. En dat zien wij nu weer. Ja, ik durf te stellen dat wanneer men volgens de normale procedure was gegaan, dat het waarschijnlijk in hun ogen trager zou gaan. Maar daar hebben we deze stagnatie niet. Want op een gegeven moment belandt een dergelijk stuk op het Technisch Ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat wijst het af. En stuurt het terug naar ons via die hele lange weg weer. En we zijn verder van huis. Het is jammer dat de bond eerst naar de assemblee moest en dan naar de adviseurs van de raad, die vervolgens meebellen en zeggen dit is een administratief ding, los het op. We hebben weken verloren waarschijnlijk, dagen. Terwijl als we direct aan de slag waren gegaan, het toch wel duidelijk was dat we dat veel sneller rond konden krijgen. Het is nog onduidelijk wanneer het werk weer wordt hervat. In de loop van de week zal de bond hierover een besluit nemen. Het ontbreken van een steiger in het dorp Mungotapu maakt het vooral voor kinderen en ouderen moeilijk om gebruik te maken van de Marowijnenrivier. Daarom vragen zij hulp van de overheid voor het bouwen van een steiger langs de rivier in het dorp. De dorpelingen zijn voor hun water afhankelijk van regen en de rivier. Gerry Adam, bewoner van het dorp, vertelt over het probleem van de dorpelingen. Dat is ervaren samen met de punt 1 aan de aanmeersteiger. Dat na lukus na tuang minister se refgo bekai ka pesi luku da estaga danger as what ya bi sma swanger frau ya bi chinengere ya forati ale fado da na problem de sma af suku tiki fu sakagona aliba isi entra eto ak no de tra pesi no de ya dat na den problem di wabi en ook de ter aanzien fu a toilet as and dat na wa fu alex ani want bijna ala wiki of ala mu wabi activiteit ya mo tapu. En te desma kon aan de 50 man, aan 100 desma kon ja, is hier in het toilet waar we een probleem aan hebben. Dus daarom ook actie voor een openbare toilet. Een minister kan ook een fascifaar kan doen. Minister Stanley Bettersen van Regionale Ontwikkeling bracht afgelopen week een bezoek aan het dorp en beloofde dat het probleem samen met de lokale bewoners aangepakt zal worden. We gaan samen met de mensen kijken hoe wij ze zo snel als mogelijk kunnen realiseren. Want in het kader van het decentralisatieprogramma is het bestuurskantoor ook neergezet. Het district heeft zelf het besluit genomen om het bestuurskantoor hier neer te zetten. En zo gaan we ook kijken hoe we samen met die mensen, misschien met ook een bijdrage van hun, dat wat ze vragen ook op te zetten. Dus dit horen we overal in alle dorpen. We weten, in het hele binnenland is er een grote achterstand. Maar wij kunnen dat niet in één dag inhalen. Dus we doen het stap voor stap. Zijn de middelen wel ter beschikking om deze twee zaken aan te pakken? Dus laten we zeggen, middelen zijn er nooit genoeg. Je gaat moeten schuiven en kijken wat prioriteit geniet. Als het dit jaar niet kan, is het volgend jaar zo niet het jaar daarop. Maar zeer zeker wordt het genoteerd dat er zo'n nood is en het heeft onze aandacht. Het dorp Mungotapu telt ruim 300 inwoners. Veel bedrijven hebben personeel nodig die de bedrijfsprocessen kunnen vertalen naar praktische technische toepassingen. Daarom is er een opleiding voor theoretische en praktische technische kennis nodig. Dit zei Ton Pijpers, raad van het bestuur van de Institute of Management and Information Technology, IMIT, afgelopen vrijdag tijdens de open dag van de school. We hebben gemerkt dat er in de praktijk behoefte is aan een opleiding die heel praktisch is gericht. Niet alleen theoretisch, maar ook veel praktische technische kennis bijbrengt bij de studenten. We hebben gezien dat veel bedrijven, veel grote bedrijven in Suriname, bijvoorbeeld de DSB, maar ook Telesuur, Staatsolie, dat soort grote bedrijven hebben behoefte aan mensen die op een meer bedrijfskundig niveau ook mee kunnen praten over de techniek. Dus wij zijn voor die koppeling tussen
techniek, maar ook bedrijfskundig en management vakken. En wij hebben dus een combinatie van die vakken. Suriname heeft nog een weg te gaan internationaal als het gaat om het niveau van de toepassing van ICT. Het is niet zozeer de technische kennis, want die is wel aanwezig, maar het gaat vooral om de vertaling te maken van de bedrijfsprocessen in bedrijven van Suriname naar de techniek. Dus technische kennis is wel aanwezig, maar veel bedrijven zijn nog niet in staat om de koppeling te leggen met de doelstellingen van die bedrijven. IMIT is een praktijkgerichte ICT-opleiding op HBO-niveau. Nicole Anakram is derdejaarsstudent aan de opleiding en zij vindt dat de studie goed aansluit op haar dagelijkse werkzaamheden. Sowieso zit ik al ook in de ICT-branche op dit ogenblik. Ik probeer op managementniveau nu te komen en dat is het zo. Dus management ICT. Sowieso is het een hele andere richting dan waar ik zat. Het is een plotselinge omweg, maar uiteindelijk ben ik begonnen met MCSA en ik ben dus dan verder gekomen hier. Ik zat eerst op Hancom. Intussen ben ik eigenlijk al aan het einde, ik moet alleen nog afronden nu. De HBO-opleiding duurt 3 jaar. In december 2014 wordt de eerste groep van 15 afgestudeerden afgeleverd. En de traditionele viering van het Eid al-Fitr-feest is gisteren begonnen. Op verschillende plaatsen in stad en district kwamen moslims bij elkaar om de vastenmaand op een gepaste wijze af te sluiten. Aan de Javaweg in Leliedorp waren langs de hele weg lichtjes geplaatst. De traditionele groet die onderling wordt uitgesproken bij Eid al-Fitr is Eid Mubarak. Oftewel, ik wens je een gezegend feest. Het Eidfeest aan de Javaweg was druk bezocht. Is het een beetje zwaar eigenlijk, maar ik til het niet op. Alleen dan moet je wat de verplichting van de moslim moet je mee doen. Heel veel, feesten, lekker eten overal. Vooral een dag waar we geen ruzie moeten hebben of krijgen. Vergevenis, dat vooral. De Eid al-Fitr-viering gaat door. Vandaag wordt er feest gevierd aan de Kranenweg in Leliedorp. Dit waren de nationale berichten, straks het internationaal nieuws. Regeringsleiders van de CARICOM zijn bemoedigd door de positieve reactie van de Japanse premier Shinzo Abe op een aantal kwesties die gisteren tijdens hun eendaagse top zijn aangekaart. CARICOM-voorzitter de premier van Antigua en Barbuda, Gaston Brown, zei dat in de Trinidadiaanse hoofdstad Port of Spain na de eerste CARICOM-Japan-top. De regionale leiders benadrukten dat de steun die ze van Japan hebben gekregen via internationale instellingen nodig was. De leiders hebben gesproken over zaken zoals klimaatverandering, hernieuwbare energie, criminaliteit en veiligheid en de kwetsbaarheid van de kleine eilandstaten die aangepakt kunnen worden via duurzame ontwikkeling en samenwerking op de internationale arena. Premier Abe verklaarde dat Japans beleid ten aanzien van CARICOM uit 3 pijlers bestaat. Namelijk de samenwerking naar duurzame ontwikkeling, waaronder de bestrijding van kwetsbaarheden van vooral kleine eilandstaten, verdiepen en uitbreiden van relaties gebaseerd op uitwisseling en vriendschap en samenwerking bij het aanpakken van de uitdagingen van de internationale gemeenschap. Japan benadrukte de solidariteit met de CARICOM-lidstaten, aangezien volgens minister-president Japan zelf een land is dat uit kleine eilanden bestaat.
Zondag had de premier van Trinidad en Tobago, Kamla Persat Bisisser, bilaterale gesprekken met Abe ter gelegenheid van het eerste bezoek van een Japanse premier aan het Caribisch gebied. De Japanse premier erkende de rol die Trinidad en Tobago speelt binnen de CARICOM en hij stelde voor om het vierde Japan-CARICOM Forum van ministers van Buitenlandse Zaken in Tokio te houden. George Jamaluddin, voormalig minister van Financiën op Curaçao, is in hongerstaking gegaan uit protest tegen zijn detentie. Dat heeft zijn advocaat Chester Peterson gisteren bekendgemaakt. Jamaluddin werd vorige week donderdag opgepakt. Hij is verdachte in een onderzoek naar de moord op politicus Helmin Wiels. Die werd op 5 mei 2013 op een lokaal strand doodgeschoten. Voor de moord zitten momenteel 4 Curaçaose mannen vast. Jamaluddin is de enige verdachte in het onderzoek naar de opdrachtgevers die vastzit. Volgens zijn advocaat zit Jamaluddin vast onder erbarmelijke omstandigheden. Hij noemt Jamaluddin verder een verdachte in een politiek proces. En de Nederlandse premier Mark Rutte heeft vanmorgen de Oekraïense president Petro Poroshenko gevraagd de vijandelijkheden te staken rondom de rampplek van MH17. Die plek was vanmorgen wederom niet te bereiken voor onder andere Nederlandse forensische experts en Marechal Sees. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst RVD uitte Rutte zijn grote zorg over het feit dat de internationale experts de crash-site ook vandaag weer niet kunnen bereiken. Hierdoor gaat kostbare tijd verloren voor het bergen en thuisbrengen van de slachtoffers. Rutte drong volgens de RVD bij de Oekraïense president met klem aan op het staken van vijandelijkheden, ten einde het humanitaire werk voor de nabestaanden mogelijk te maken. President Poroshenko heeft Rutte verzekerd dat hij alles in het werk zal stellen om die toegang mogelijk te maken. Dit was het journaal. Ik wens u een fijne voortzetting van deze avond. Blijft u afgestemd voor de weersberichten en het wereldnieuws in beeld. Goedenavond.